Michel, we hebben inmiddels 10 Grand Prix's gehad, nog 12 te gaan. Wat is tot nu toe de indruk van jou van het huidige Formule 1 seizoen? Nou, eigenlijk fantastisch, want bijna elke Grand Prix is heel spannend geweest. En hulde aan de FIA, de FOM, wat ze gepresteerd hebben. Want nieuwe reglementen houdt altijd in dat je onverwachte verschillen krijgt. Hè. Dat zien we natuurlijk bij Mercedes, niet meer dominant. Dus die risico's heb je. Maar je ziet ook dat Ferrari daar weer terug is gekomen. En dat groeit weer naar elkaar, dat heeft ook zijn tijd nodig. Dus mooi. Ze hadden natuurlijk beloofd, nieuwe generatie bolides, meer spanning, meer inhaalmogelijkheden. Is het nu toe waargemaakt aan die belofte? Dat is absoluut. We zien ook soms de eerste 10 binnen een seconde staan. Dus dat is mooi. Ik hulde nogmaals dat ze dat zo voor elkaar hebben. Afgelopen weekend natuurlijk de Grand Prix van Silverstone. Vond jij het ook een van de meest spannende races van het seizoen? Was absoluut spannend. Maar ja, eigenlijk zijn ze allemaal wel op hun manier spannend. Elke Grand Prix heeft weer zijn eigen ding met strategieën. En natuurlijk was het bijzonder. Max is dan niet helemaal aan kop. Dat vindt de gemiddelde Nederlander en ik ook niet leuk. Maar uiteindelijk was het een ding wat bijzonder was. Maar ja, ik kan me Monaco ook herinneren. Daar rijden ze op 30 meter allemaal achter elkaar, de eerste 4. Dus ja, wat is spannend. Je noemde net de naam Max Verstappen. Wat vond je van hem na de 13 rondes dat hij echt mee kon doen? Ja, mooi natuurlijk. Met een halve auto toch... Toch nog even Schumacher de baas kunnen. Dat is fantastisch. En daar zie je ook zijn mentaliteit doorgaan tot het al moet hij op 3 wielen rijden, had hij dingen nog gedaan. Er wordt bij geen enkel topteam eigenlijk gesproken over een eerste en een tweede rijder. Maar hoe zie jij dat binnen bijvoorbeeld een Ferrari en een Red Bull? Ja, dat is moeilijk. We kunnen ze moeilijk in die keuken kijken. Maar ik denk dat ze natuurlijk toch wel... Gaan voor de man die voorop in punten komt te staan. We zitten nu bijna halverwege. Van de 10 hebben we er, van de 22 hebben we er 10 gereden, als ik me niet vergis. Dus ze moeten nog 12 keer het spelletje doen. En er kan nog van alles gebeuren. Want je ziet het, wat er dit weekend, afgelopen weekend weer gebeurd is. Hoe vervelend het kan zijn en hoe anders het kan lopen. Het was eigenlijk wel het weekend van Carlos Sainz, zijn 150ste Grand Prix. Hij pakte zijn allereerste pole positie, meteen zijn allereerste overwinning. Hoe zie jij zijn ontwikkeling eigenlijk dit seizoen? Ja, ik had dat niet verwacht, want ik zie hem altijd te veel foutjes maken. Hij heeft natuurlijk 1 foutje gemaakt. Hij schoot een keer rechtdoor. En voor de rest was er weinig op aan te merken. Hij deed het gewoon heel goed, maar... Als we nou een aantal rijders niet met pech hadden gezien of met gehavende auto's. Ja, wat was er dan gebeurd? Hè? We moeten wel reëel blijven. Ik denk nog niet dat hij de wereldkampioenschapskandidaat is. Je bent zelf ook autocoureur. Je hebt veel gereden. Je hebt het nodige meegemaakt. Hoe heb jij gekeken naar de crash van Guanyu Zhou bij de start? Ja, dat is nou typisch waar ze wat aan moeten doen. Hè? Als ik in mijn auto zit en ik wil naar de andere baan en er rijdt een auto naast me. Dan gaat er een piepje af. En het grote probleem is, en dat zie je in heel veel klassen, dat mensen van een lijn gaan na de start. We zagen ook Sainz Max afknijpen in de tweede start. Ja, ik vind dat niet mag. Je moet gewoon elkaar de ruimte geven. Want je hebt maar een 20 kilo nodig op dat achterwiel. En dan gaat de auto een beetje scheef. Ja, dan is die onhoudbaar. Dan gaat het in het kwadraat gaat het spelen en draai je gewoon om. Dus... Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat Russell toch een reprimande had gekregen. Vind jij dat er dan geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de race start en tussen of het nou ronde 20 of ronde race start is? Dat vind ik wat anders. Maar die start is dubbel gevaarlijk. Hè. We hebben heel veel crashes. En we zien dat, ik sta hier nu hier op het pitdak op Zandvoort. En dan sta ik zo links naar beneden te kijken. En dan denk ik allemaal weer die crashes die ik met starts... hier heb gezien. En dat is altijd omdat mensen van een lijn af wijken. En ja, dat gebeurt in alle klassen. Maar men moet met de Formule 1 toch wel voorzichtig zijn, want nu liep het goed af. Maar het kan ook anders zijn. Lando Norris die had ook voornamelijk kritiek afgelopen weekend, mede door de crash in de Formule 1, maar ook natuurlijk in de Formule 2 met Nissan die echt opgelift werd. Hij had heel erg kritiek op die sausage curbs die een beetje omhoog liften. Vind je dat ook een ding of horen die er gewoon bij? Ja, ik vind dat gewoon weg moet. Dat vind ik, wij noemen dat halve stoepranden. Het zijn het ook in feite. We hebben dat gezien in Monza, in de Parabolica.
als ik me niet vergis, ja, de laatste bocht van een ronde. En daar ging een Formule 3 ook zijdelings tegen zo'n stoeprand weer aan. En ja, die vlogen over de kop. En toen zijn ze volgens mij ook weggegaan, weggehaald, voordat de Grand Prix weer ging rijden. Dus ja, die horen er niet thuis. Je ziet daar te veel ellende mee. We gaan vooruitblikken. Grand Prix van Oostenrijk is komend weekend. Voor de tweede keer dit seizoen gaan we het hebben over een sprintkwalificatieformat. Ben je er een beetje fan van? Ja, ik vind het op zich wel leuk. Kijk, ik begrijp dat de teams het niet altijd even leuk vinden. En het is ook wel een heel ding weer. Maar we moeten ook denken aan de mensen die op de tribune zitten. Die vinden dat ook wel mooi, hè? Nog eens een keertje. We hebben nu een entertainment van 1,5 uur. En dat is de race. En dan is het weer over. Dus je ziet een hele trend komen bij de Grand Prix. Allemaal meer entertainment. Zandvoort heeft daar uiteindelijk is in de aftrap geweest daarmee. Die hebben fantastisch gedaan. DJ's, enzovoort, enzovoort. En dan zie je dat dat toch wel leuk is voor het publiek, die sprintrace. Dus ik ben daar wel fan van, ja. Mercedes zag er oké uit in Canada. Nou, Hamilton stond natuurlijk afgelopen weekend op het podium. Mede door wat uitvalbeurten. Zie jij dat ze weer terug zijn en wellicht kunnen strijden voor overwinningen in Oostenrijk? Denk ik nog niet. Ik denk dat dat te vroeg is. En ik hoop dat ze het überhaupt dit jaar gaan bereiken. Want het blijft toch een moeilijk ding. He, als je basic niet helemaal goed is. En dat is niet helemaal goed. Laten we eerlijk zijn. Want anders hadden ze er al dichterop gezeten. Dus ik denk dat ze best wel moeite hebben om dat bij te houden. Wat verwacht jij eigenlijk van Max Verstappen komend weekend? Gewoon dat hij wint. Niks anders dan dat. Het is een soort van thuisrace voor hem. Ik kan me de keren niet herinneren dat hij niet gewonnen heeft daar. Dus hij verdient het. En hij is zo zelfverzekerd. Dat kan bijna niet fout gaan. Waar liggen de uitdagingen bij de Red Bull Ring? Ja, er is natuurlijk aan de achterkant een bocht naar beneden. En die heeft wel een dingetje. En dan ga je daarna met een off-camber bocht. Dus de zijkant loopt naar beneden, de buitenkant. Ga je naar links toe. En dat is wel een ding waar een hoop auto's altijd last hebben. Als je dat niet goed onder controle krijgt. Maar ze hebben dat bij Red Bull absoluut onder controle. Dus dat gaat lukken. En dan aan de andere kant. Wie wordt volgens jou de eerste uitvaller van de race? Latifi. Misschien wel een inkoppertje. Je zei Max Verstappen gaat winnen. Geldt dat dan inderdaad ook voor de sprintkwalificatie en de kwalificatie en de race? Ja, ik denk het wel. Die heeft toch wel iets in zich zitten dat blijft even gaan. En het is denk ik ook een goed circuit. Het is niet te lang, het is niet te kort. Er zit van alles in, allerlei soorten bochten. Dus dat is voor Red Bull heel goed. Max Verstappen wint de race. Wie completeert dan voor de rest van het podium? Ik denk een Ferrari. En ik denk dan wel niet Sainz. En wie zal de drie zijn? Ik denk toch Max zijn teamgenootje. Kan haast niet anders. Als die niet twee wordt ook. Ik zie ze zomaar 1-2 worden. Maar ja, we zullen het moeten afwachten. Maar dat zet ik in.